Patrick Gobé van Cerkeldak Dalfsen, of Cerkeldak, hoofdsponsor. Ja, wat een rottig nieuws. Ja, trieste dag. Ik bedoel, er wordt hier iets neergezet in Dalfsen en dat, ja, dat hebben ze nu voor 5-6 jaar al vast. Een aantal keren landskampioen, beker, je kunt zo gek niet bedenken wat ze wel gewonnen hebben. En dat dat dan zo ineens abrupt eigenlijk ten einde komt, ja, dat is gewoon triest. Jammer. Want ook u heeft het niet zien aankomen? Nou, niet zien aankomen, dat is altijd een groot woord. Kijk, sportsponsoring in de huidige tijd is gewoon lastig. Ze hebben hier een platform neergezet waar best wel een budget voor nodig is. En ja, op het moment dat het dan niet bij elkaar gehaald kan worden, dan is dat gewoon lastig en triest. En ja, dit was wel het jaar dat er een hoop contracten afliepen met sponsoren. En ja, dat is gewoon jammer. Dan steekt een sponsor als Cerkeldak natuurlijk redelijk wat geld in jaarlijks. Maar dit was een gat dat was niet op te lossen? Nee, dit is geen gat om op te lossen. En ook niet aan ons om dat te kunnen dichten. Je hebt gewoon een heel team van mensen nodig, ook van sponsoren. En dat was een groot team. En dat hadden ze ook ieder jaar, kregen ze dat prima voor elkaar. Alleen ja, dit gat, nee, dat gaan wij ook zeker niet dichten. Hoe triest het ook is. Als het zou kunnen, zou ik het gelijk doen. En heb ik het ook gelijk voor die meiden over en voor het bestuur en de mensen die erachter zitten. Maar ja, dit is niet te doen. Jullie hebben nog een doorlopende verbintenis. Ja, is daar al duidelijkheid over? Hoe moet dat verder? Ah, dat weet ik niet. Kijk, het is vandaag gecommuniceerd, het is in de pers gekomen. Uiteraard hebben we al wel wat gesprekken gehad. Hoe dat doorlopende contract is, dat weet ik niet. Ik vind het op dit moment met name triest voor het bestuur en zeker de meiden. Zeker jonge meiden die hier naartoe komen om een bepaalde droom waar te maken. En ja, die droom valt nu min of meer in duigen. En dat, ja, ik denk dat dat gewoon prioriteit nummer 1 is. En hoe we dan verder gaan, ja, dat zien we dan wel. Nou, dit besluit staat nu in ieder geval vast, maar ik begreep net ook al van, nou ja, als er iemand is die, of als er een mogelijkheid is om het geld toch nog bij elkaar te krijgen, dan graag. Hoe is dat bij u? Is daar ook nog hoop? Ah, dat weet ik niet. Hoop is er altijd. Ik denk niet dat het op dit moment aan mij is om daar überhaupt een mededeling over te doen of überhaupt een mening over te vormen. Ja, ik vind het jammer dat het ophoudt. B, hoe het verder gaat, weet ik niet. Dat is aan de rest en dat is niet aan mij om daar iets over te zeggen. En ik kan er ook niks zinnigs over zeggen.